Marinho Peters is misschien wel een van de bekendste Venlose zangers van dit moment. Dat was hij als lid van Lone Road Station, maar die band houdt sinds kort op met bestaan. We blikken met Marinho terug op zijn muzikale carrière tot nu toe en kijken vooruit naar de toekomst. Ja, we zitten hier bij Motown. Dat is niet voor niks, volgens mij. Klopt. Had ik gehuurd. Dus binnen is die muzikale carrière een beetje begost, toch? Ja, daar ben ik wel het eerste echt in aanraking gekomen met muziek maken, zeg maar. Waar, ik denk een jaar of 12 terug, toen het nog de Motown Music Café was. Waar hij, op woensdagavond waren altijd jam sessies. Ja. En daar ben ik ook een keer uitgenodigd geworden door de Silo. Dan zit, ja, moet je een keer komen kijken. Die had me een keer zien spelen bij, of een keer huren zingen bij Anja Straatman, waar ik zangles had. Zei, als je leuk vindt, moet je een keer op woensdagavond komen kijken, dan wordt er muziek gemaakt in de Motown Music Café. En dat is wel een van de eerste momenten dat ik dacht van, wow, dit is vet. Beatra en zo, die speelde toen de Sterren van de Hemel, dus daar keek ze enorm tegenop. Je had de Silo dan natuurlijk, Nico. En dat was wel een moment zo van, wow, de kinderen gewoon van, doet helemaal niks, kinderen zoiets vets creëren. En het begon wel door echt te kriebelen, ja. Het is niet dat ze die ganse leven al zoiets had van, ik wil muzikant. Nee, ik denk het niet. Wat wil ze vroeger wel leren dan? Wat wil ik vroeger leren? Ik wil of iets in de horeca gaan doen, of iets in het onderwijs. Nou, de laatste is gelukt. Ook weer via een omweg. Ja, ja. Ik ben dan nog docent muziek en docent theater op verschillende scholen. Al wist ik wel heel snel op een gegeven moment dat ik iets met entertainment wilde doen. Dus iets met theater of iets met muziek. Maar dat op het podium stond en muziek maken. Dat zou het wel in dat entertainment. Dat entertainen. Ik wel in. Dan ja. Ben ik dus de theaterschool dan gaan doen, daar was ik op aangenomen. En door is het ja, gans verder opgebleukt, denk ik, dat tot wie het nu is. Oké, okay, mooi. Mooi. Dat is wel heel ergens begonnen staan. Ja, ja, ja. Step I'm getting nowhere. We stonden in het Juliana Park en natuurlijk een plek waar veel Venlo's talent een podium heeft gekregen. Dit ga zelfs even vast vroeger ook wel eens hebben stond kieken, denk ik. Zeker, ja. Ja. Ook een beetje geïnspireerd geraakt door Venlo's artiesten, toevallig. Ja, ik denk wel. Ik heb me nog dus denk een van de eerste concerten die ik me kan herinneren, die ik goed gezien heb, dat was dan in het Julianenpark, dat we niet zomaar parkfeesten, maar er stond er ja, een soort van, wat ik me kan herinneren, een hele grote beertent in het midden. En door Troy dan, Nederlotte met Troy erop. En dat is wel een concert wat me nu nog steeds wel echt bijblief, van als ze dan een herinnering vroeg van het eerste concert was als mij gemaakt, dan was het dat. En dan ook wel zoiets van, hey, wat teken, dat wil ik ook. Ja, precies. Precies, dat zou me wel tof lijken om dat later ook te mogen doen, ja. Wie oud was het toen? Ja, ik denk dat ik echt een jaar of 7, 8 was. Oké, dus je stond echt met de kop omhoog te kijken. Ik stond echt met de kop omhoog te kijken, ja. Hey, en Venlo heeft natuurlijk ook al echt veel muzikaal talent. Zeker. Heeft dat ding ze geholpen voor dich als artiest? Ik denk dat het wel helpt als in de buurt zo'n bandje zes was tegen opkieks. Ja. Dat de afstand tussen dich en de artiest, omdat ze in hetzelfde dorp wonen of in dezelfde stad wonen, dat hij kleiner is dan bijvoorbeeld zo'n waanzinnig hele grote Amerikaanse artiest wordt. Ja, dat is onbereikbaar, zeg maar, om door mij in contact te komen. Dat helpt elkaar een beetje. Ik denk wel. Ik denk dat ze onbewust of bewust elkaar toch wel echt helpt om dat in stand te houden wat Venlo als muziekstad heet. En dan komen natuurlijk ook leuke samenwerkingen uit. Zeker. Uiteindelijk dus ook een nummer met Frans Pollux, toch? Dus dan is het vooral ook een beetje rond. Ja, precies. Ja, ja klopt, ja. Ja. Met vanavond. Ja. Ja, dat klopt. Dan is het wel rond. En dat is dan wel echt zo'n... Zo'n moment van, kijk eens wat we allemaal met elkaar voor toffe dingen kunnen doen. Dat iedereen ook open staat voor die samenwerkingen. Ja, dat maakt het wel mooi, ja. Dat maakt het zeker vet. Dat maakt het erg tof. Ja.
we stonden hier nu op de Meer. Ook door hebben ze denk ik wel een aantal shows gegeven. Ja, klopt ja. Met welke bands eigenlijk? Ja, voornamelijk toch wel met Linke Mick. Die is de vaste loof in. Met Longwood Station dan nog. 2 jaar truc volgens mij. Of vorig jaar met Koningsnacht. Ja, dit is natuurlijk wel echt een toffe plek om te spelen. Ja. Dus deze plek sta je wel echt in de ren aan feest en aan iedereen lekker goed de plaat gewoon. En ja, daar is inderdaad nummers al Lone Road Station, nummers Linke Mick. Daar is behoorlijk wat projectjes gehad al, denk ik. Ja. Kun je ons een beetje in vogelvlucht door die carrière tot nu toe hier meenemen? Ja, ik ben eerst ooit begonnen als... gewoon met een gitaarke en dan overal een beetje zingen, was ze gevraagd worden. Ook, ja. Ook bijvoorbeeld in de motor. Ja. Door is Longwood Station dan ook echt begonnen. Toen zat ik op een avond, volgens mij was dat met Crystal en Friends. Maar goed genoeg om te komen zingen met mijn gitaarke erbij. En daar stonden er een paar van Longwood Station dan in de zaal en die zeiden van, heb je nog geen band? Ik zei nee, dan moest ze me even gevraagd weer, zo ging het dan. En toen zei ze, nou bij deze dan, we gaan een toffe festivalband komen opstarten. En zo sticht de frontman willen zien. Ik zei, ja zeker, natuurlijk. Ja. Ja, daarna kwam Linke Mick meteen. En dat is een klein beetje een vogelvlucht die is gegaan in de afgelopen 7, 8 jaar. En als er ook trucjes op alles wat ze tot nu toe gedaan hebben, waar ben je als artiest het meest trots op? Ik ben op alles echt wel heel erg trots als ze weer iets naar boven brengen of zo. Maar als ze me dan vroeger wat dan het allermeest is, dan is dat voor mij denk ik Lone Road Station. Omdat dat een project is, nog heel even, nog eindshow, waar we met ons groepje ontzettend hard naar gewerkt hebben. Eigen muziek gemaakt. Muziek die we heel erg tof vonden. Mm-hmm. En dat toch wel hele leuke dingetjes mee hebben kunnen bereiken als gewoon bandje uit de buurt. En hebben toen wel besloten van, ja, die club van mensen was zo hecht en er is zoveel gebeurd in 7 jaar tijd, dat ze wel vervangen in suiker, maar dan is het voor de mensen die er dan nog bij zitten niet meer Lone Road Station. Ja, dus. Daar hebben we dus voor gekozen van, nou, wat ze dan is het dit. Dan laten we het gewoon een mooie afsluiten en hebben we 7 jaar echt een toptijd gehad en elkaar zijn blijven we toch nog wel. Ja. Ook al is het, ook al maken we morgen over een kaartclubje in plaats van muziek te maken met ze. Dan zal dat niet zo zien, maar we vonden het mooi om op deze manier dan te zeggen van dan was dat Lone Road Station en dan kijken we terug op een super mooie tijd en alle leuke dingen die we hebben meegemaakt samen. And in the corners of my mind, it's like I'm drowning. We stonden hier nu in de Venlose natuur eigenlijk een beetje. Hè? Ja. Dat heeft iets te maken met die nieuwe project. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat dat wel erg veel te maken heeft met een nieuw project. Een project heet Marshmallow Moonshine. Ja, het gaat eigenlijk ook wel een beetje... Het is een heel Limburgs gericht bandje. Waar we ook vooral het hele ruige en het mooie en het leuke aan Limburg willen zien. Dus ook het landschap. De Maas. Toen we dat concept gingen bedenken, toen kwamen die dingen toch wel heel erg... naar de vuurgrond. Adios in vaya con Dios. Breng mij terug naar het strand. Dan word ik drink van tequila's met schoen señoritas. En met de vuur in het zand. Adios in vaya con Dios. En het leuke is dat gans Limburg en eigenlijk denk ik ook gans Nederland wet dat als het over de Maas is, dan is het over Limburg en over... Ja, wat het Zwitserleven gevuld zeg maar, dat hebben we denk ik ook een beetje als Limburgers, toch? Een beetje dat Bourgondische. Mm-hmm. Dat is ook wat Marshmallow Moonshine wil uitstralen. Ja, zeker. Ook. Ja, het is redelijk country gericht. Wie het nu in concept is, zien het hertalingen op nummers van de Zac Brown Band uit Amerika. Van uit die band is ook onze passie ontstaan voor de muziek. En we kwamen erachter dat die nummers zich heel goed leenden ook voor
Limburg staat of dialecttekst eigenlijk. En dat alles wat ze uit willen stralen, die Zac Brown Munt, dus dat Southern America idee, dat plattelandsjongens idee, dat weet dat eigenlijk als Limburgse, maar dan in de klein. Beetje de cowboys van Nederland. Er zullen ook eigen nummers geschreven gaan weer. Dus we willen niet refereren zeg maar, aan een bepaalde band. Door ik dans in de zon, zit ik op mijn balkon met de gitaar in de hand. Kijk, Long Station stopt natuurlijk. Er zijn er nog een paar die door willen in wat voor setting dan ook. We willen hier geen nog, met de groep die door wil, willen we nog muziek gaan maken. Juist omdat de muziek, wat ik eerder ook al zag, dat verbindt ons. Mm-hmm. Het is meer dan alleen maar muziek maken wat we hier doen. We stoppen nu en we hebben iets heel moois gedaan de afgelopen 7 jaar. Laten we door hem noemen afsluit. Ja. En natuurlijk zit er dan een beetje, ja, dat is gewoon altijd jammer als ze met iets gaan stoppen. Maar dat opent dan ook weer een hele hoop nieuwe deuren voor iedereen. Precies. Dat is wel mooi. Ene auge verdwien ik pak hem vast en deil hem niks, een laatste fles wien.